Loes-Lies van der Laan, de oud-D66-leider, zei over Fatma Kaya... Het gekke is, ik woon maar 10 jaar in Nederland. En Fatma Kaya woont al haar leven lang in Nederland. Zij wordt beschouwd als een allochtoon en ik als een Nederlandse, terwijl ik hier maar 10 jaar heb gewoond. Wij gaan nu kijken met Fatma Kaya in hoeverre zij kalfijngenen heeft. Ik maakte net even een inschatting voor de deur van... Ik denk, nou, ze zal waarschijnlijk niet zo hoog scoren, omdat het is een vrolijke dame. Nou ja, vrolijkheid kan samengaan met een aantal dingen zoals het harde werken. En dat zit er ook in. Bij een ruzie eis ik redelijke argumenten van de andere partij. Ik geloof niet dat ik op dat moment denk van... Goh, geef mij eens een redelijk argument, dan ben je meer aan het ruzie, lijkt me. Ja. Reden of niet. Wanneer was u voor het laatst emotioneel in een politiek debat? Oh, dat was met orgaandonatiedebat. Dat was echt... En later dacht ik, dat is ergens ook niet effectief geweest, omdat ik... zo verontwaardigd was over het feit dat wij andere mensen die in problemen zitten en die een orgaan nodig hebben, dat we hier niet een systeem in de politiek kunnen maken om deze mensen ook een orgaan te kunnen geven. Want er sterven gewoon mensen omdat ze gewoon te lang op een orgaan moeten wachten. Kinderen streng opvoeden bereidt ze goed voor op het leven. Ja, dat vind ik zeker. Eens. Daar hoef ik niet eens over. Ja, lekker streng opvoeden? Nou ja, streng opvoeden betekent dat niet in mijn visie dat je alleen maar boos en streng zegt wat ze allemaal moeten doen en nalaten. Maar dat ze binnen, dat ze wel grenzen wordt aangegeven waarbinnen ze ook zichzelf kunnen zijn. Ik schiet altijd tekort tegenover God. Jeetje zeg, ik schiet wel tekort, maar ik weet niet of dat per se tegenover God is of zo. Ik bedoel, en uw leven bestaat wel een God? Ja, ik vind dat je een hele privé houding dient te hebben als het gaat om geloof. Ik geloof, maar daarmee zeg ik niet dat ik dan vervolgens alles daarover met iedereen wil bespreken. Laat staan dat ik op basis daarvan hier... mijn mening zou uitdragen. Sterker nog, ik vind dat iedereen eigenlijk op de wijze moet kunnen werken en leven zoals ze dat willen. En daar zou ik naar willen streven, hoe ze dat ook willen invullen. Het maken van uitzonderingen op regels verzwakt de regels. Even kijken. Ja, dat kan het geval zijn. Dat zien we bijvoorbeeld in de zorg. Hè. Dan hebben we een regel afgesproken en dan ga je weer allerlei mitsen en maren instoppen, zodat het zo onwerkbaar is dat je er ook niks mee kunt. Dit is een vrij zwart-witte stelling, vind ja, ik. Maar het is vooral natuurlijk de politiek die er uitzonderingen op maakt, op die regels. Ja, nee, maar wij zijn daar veel meer van. Wees nou helder in wat je wil en zorg ervoor dat je een heldere lijn hebt. Ja. En controleer achteraf en niet vooraf dat je allerlei dingen erin stopt. Ja, maar iedereen moet vanuit allerlei belangen daar nog wat aan toevoegen aan zo'n regel. Ja, nou, dat werkt doorgaans niet, dat zie je. Want dan is het vertrouwen in de professional zoek. Ja. Nou, die risicoanalyses van kinderen, we moeten allemaal nu van alle kinderen een risicoanalyse maken. Ja. Onbegrijpelijk. Ja. Ik brand wel eens een kaarsje voor overledenen. Ja, ik weet niet of je dit letterlijk moet nemen in de zin van kaarsje. Als je het niet letterlijk neemt? Ik denk wel eens over geliefden die overleden zijn na. En, mijn vader is heel jong overleden. Toen ik 13 was, heeft hij een ongeluk gekregen. En elk jaar komen we samen en dan eten we met het gezin en aanhang samen. En bezoekt u wel eens zijn graf? Ja, als ik met vakantie ben, bezoek ik ook zijn graf. En ik word er nog steeds emotioneel van. Ja, nou, dat... Op zijn tijd matig in eten, dat is goed voor me. Ja, eens. Ramadan? Soms weekenden. Dat klinkt als een champagne-moslim, hoor. Ik vind dat als je zo'n zware dag hebt, dat het dan toch erg moeilijk is als je niet kunt eten of drinken. Ja. Burgerlijke ongehoorzaamheid is altijd verwerpelijk. Oneens. Soms waarom? Moet je ook burgerlijk ongehoorzaam zijn om, denk ik... aandacht te vragen voor een onderwerp. Je mag best genieten van seks. Ja, natuurlijk. Eens. Eens. Ja, ja. Ik heb zijn er mensen die daar niet van willen genieten dan? Ja. Nou, misschien in vroeger tijden dat het meer als een de vermenigvuldigingsopdracht werd gezien. Ik heb wel eens een boek gelezen, dat vond ik wel heel boeiend. Volgens mij een Spaans schrijver,
dat dan meisjes een of ander kleed borduurden met een gat in het midden. Om dan tijdens de huwelijksnacht dat dan over zich heen te spreiden, zodat de lichaam niet gezien werd en toch de daad werd verricht. Ja. Ja, ik vond het toch wel boeiend dat we van heel ver zijn gekomen wat dat betreft. Ja. Ja. De uitslag. Ja. 50%. Oh, oké. Okay. Nou, dat is toch een vrij hoog percentage voor een democraten. Het is op zich niet zo heel erg raar als het gaat om werkhouding en werkethiek. En als het gaat om in het licht van wat laat je de toekomstige generaties na, dan denk ik dat dit niet zo heel erg vreemd is, 50%. Calvijn zit in ons allen? Ik denk gezond verstand zit in ons allen. Kijk, dat zijn wijze woorden. Ja. Nou, hartelijk bedankt. Graag gedaan.